en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een beetje een soft glam lente make-up look maken. Ik heb al een lente video gemaakt dit jaar op mijn kanaal. Die look was echt best wel heftig. En vandaag wil ik een beetje een meer draagbare soft variant daarvan maken. Jullie hebben mij gevraagd om nog meer lente looks. Dus bij deze ben ik weer bij jullie terug met nog zo eentje. De look die ik vandaag ga maken ga ik ook echt gewoon de hele dag dragen. Het is vandaag heel erg mooi weer. Ik upload deze video wel pas over een week. Dus ik weet niet hoe het weer over een week is. Maar nu ik het aan het filmen ben, is het echt iets van 18 graden of zo. Dus het is ook het perfecte make-up lookje voor dit weer. En ik weet dat jullie altijd van makkelijke draagbare looks houden. Dus pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken. Of pak je make-up erbij om samen te make-up met mij. En vergeet niet alvast ook te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Oké jongens, ik heb er weer best wel zin in vandaag om weer een leuk lookje te creëren. Ik denk dat ik vandaag ook wat looks ga maken voor Instagram. Ik heb al eventjes niks geplaatst op Instagram, dus daar moeten we even veranderingen in gaan brengen. Oké, omdat de ooglook vandaag weer lekker makkelijk wordt, ga ik beginnen met de gezichtsmake-up. Ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Ik weet niet welke primer ik ga gebruiken. Ik vind het wel leuk om gewoon met mijn hand in de primer laten gaan en gewoon random eentje te pakken. Dan is het ook gewoon een verrassing voor mezelf. Even kijken welke primer ik pak. Ik denk dat ik deze pak. Oh, de Essence primer. Dit was echt de primer die ik echt niet wilde. Ik wil een andere primer, jongens. Ik neem deze. Die ik nu pak, ga ik wel echt gebruiken. Ik zweer het. Kijk. Oh, de Clarins SOS primer. Deze vind ik echt heel erg fijn. Hij kost wel wat, maar hij geeft echt een prachtige glow aan mijn gezicht. En dat vind ik heel erg mooi. Hij is gewoon zo wittig. Hij lijkt een beetje op gestampte pareltjes of zo. Oké, hier ben ik wel blij mee. Voor alle oudere vrouwen onder ons, ik raad jullie alle make-up aan van Clarins. Het is ook heel vaak gericht op de wat oudere huid en zo. Dus ik denk dat jullie daar het meest zullen slagen. Dan wil ik ook even deze highlighter stick aanbrengen. Deze had ik gehad in een hoodie box. Deze is van M. Co. Beauty of zoiets. En die wil ik even aanbrengen onder mijn foundation om een extra glans te geven. Hij is zo een beetje rozig. Zie je dit? Een beetje rosé-rozig. Dan is het tijd voor foundations. Een van mijn fave everyday foundations is deze Huda Beauty Stick. Deze gebruik ik echt zo vaak bij mijn meer natural everyday looks. Deze heb ik in de kleur 350G. Hij heeft een medium glanzende dekking. Dus dat vind ik heel erg mooi. Hij ligt niet zo dikkig op de huid. En hij dekt niet al te veel. Dus je ziet je huid er nog een klein beetje doorheen en zo. En dat is heel mooi als je een beetje voor een glowy natural look gaat. En vooral omdat ik nou allemaal die glow eronder heb aangebracht, wilde ik nog wel dat hij er doorheen schijnt. Sticks breng ik altijd aan met een kwast, want dat blendt gewoon beter uit dan met een spons. Kijk mijn gezicht, hoe mooi! I love it altijd. Kijk hoe mooi naturel glowy het blijft. Ik vind het altijd zo mooi. Als je een hele vettige huid hebt, haal deze stick echt absoluut niet, want dan ga je echt niet blij zijn. Maar voor alle meiden met een normale of een droge huid, deze stick is zo fijn voor everyday. I love it. Dan is het tijd voor een beetje concealer. Ik gebruik een matte volledig dekkende concealer van Be Creative Makeup. Dit is van hun Wonder Wear collectie. Deze heb ik in de kleur 4W Medium Warm. En dit is echt een volledige dekkende concealer. En daar hou ik van. Want ik heb nou een vrij natural base. Dus dan vind ik het wel fijn om een volledig dekkende concealer te gebruiken. Om toch wel ja, de plekken mooi egaal te maken die ik mooi egaal wil hebben. Oké, er spoot gewoon echt concealer overal heen. Oh my god. En de concealer ga ik inblenden met deze spons van Makeup Revolution in samenwerking met Friends. Zoals je kunt zien smeert de concealer echt helemaal uit. Zie je dit? Deze concealer is echt amazing. Je hoeft niet veel te gebruiken. Dit merk is te koop bij Easy Paris. Is ook niet heel erg duur. Het is ook niet heel goedkoop, maar een beetje in de middencategorie zeg maar. Maar deze Wonder Wear collectie van hun, ook de foundation. Als je op zoek bent naar een volledige dekkende matte foundation, is die van hun Wonder Wear line ook echt geweldig. Maar ik gebruik altijd vooral hun concealer, want die vind ik echt super fijn. Dan is het tijd voor wat losse poeder om alles goed te zetten. Daarvoor gebruik ik deze Bare Minerals poeder. Dit is de Mineral Veil poeder. Deze is echt super fijn en het voelt gewoon alsof je niks hebt op je gezicht. Daarom vind ik hem zo fijn. En dan ga ik mijn neus en mijn gezicht ook contouren met dit Shade & Light paletje van
Kat Von D. En dan met de donkerbruine kleur hier. Geniet ook iedereen een beetje van het lenteweer en zo. Echt jongens, I love it. Ik heb echt een hekel aan winter en zo. Dat heb ik vast al wel vaker verteld. Maar ik haat de winter, ik haat de kou. Ik wil altijd gewoon zon, zomer. Het kan voor mij echt niet heet genoeg zijn. Of ja, dat is een leugen. Het kan voor mij wel echt te heet zijn, want ik heb het altijd best wel snel benauwd. Dus altijd als het boven de, laat ik zeggen, 30 graden komt, dan ben ik niet meer zo blij. Tussen de 23 en de 28 graden zo, vind ik altijd perfect. Dan is het ook zo strandweer. I love it. Ik ben echt een zomerpersoon. En dan een beetje MAC Fix Plus om mijn gezicht goed te hydrateren. Oké, ik hou echt van hoe mijn gezicht eruit ziet. Het is zo naturel. Konden jullie maar hier allemaal bij mij in het echt gewoon komen staan om mijn gezicht te bekijken. Het is echt super, super mooi. Het is niet alleen op beeld mooi, want dat zie je heel vaak dat het op beeld mooi is en in het echt niet. Ook in het echt is het gewoon bijna alsof ik geen make-up op heb. Echt helemaal top. Dan ga ik nou beginnen aan een leuk ooglookje. Ik ga dit ELF paletje gebruiken. De Retro Paradise Palette is een goedkoop paletje. Dus dat is ook weer handig om te kopen om deze look na te maken. En hiermee ga ik echt een super, super makkelijk lookje maken. Ik heb ook deze hele collectie gereviewd in een video. Het staat dan online op mijn kanaal. Je kunt hem al bekijken als je dat zou willen. En daar heb ik volgens mij een best wel heftige look gemaakt, maar ik herinner het me niet echt meer. Maar vandaag ga ik echt letterlijk like twee kleuren of zo gebruiken. Een beetje de oranje kleur. Ik wil een beetje gaan voor oranje smoky of zo. Dus laten we even inzoomen op de ogen. Daar ben ik dan weer, jongens. Verwacht niet al te veel van deze ooglook, want het wordt echt super makkelijk. Ik ga beginnen met deze lichte matte oranje kleur, Fuego. Die ga ik aanbrengen met deze Boosty Shop Fluffy Quast UP21. En die breng ik dan gewoon zo aan in mijn arcadeboog. Ik zat laatst in een Zoom meeting event van Lottie London, want die hebben een samenwerking met de beauty influencer Layla Loves. Ook over die collectie heb ik een hele video gemaakt. Ik maak echt overal video's over. En in die video heeft zij dus ook een make-up lookje gemaakt met die collectie. En in haar paletje heb je ook zo van die oranje kleuren. En zij pakte ook gewoon zo'n hele grote fluffy kwast en bracht het gewoon zo lekker wild aan in haar arcadeboog. En toen had ze ineens gewoon een kei mooie look. Dus dat wil ik nou ook zo een beetje nadoen. Want dat vond ik echt heel erg mooi. En het was heel makkelijk. Dus dat leek me echt ideaal voor vandaag zo'n soort look. Dan pak ik de echte oranje matte kleur. Die heet Caliente. Die ga ik aanbrengen met een iets kleinere fluffy kwast. Sueva 228. En die breng ik dan ook zo aan in mijn arcadeboog. En die oranje kleur breng ik dan ook een beetje aan op de onderste wimperrand. Even kijken, dan wil ik misschien ook een beetje een leuke glanzende kleur aanbrengen op mijn ooglid. Ik denk dat ik ga voor deze glanzende kleur hier, Fortuna. En die breng ik dan gewoon zo aan op mijn hele ooglid. Oeh, die is heel mooi. Die is heel mooi bronzy. Dan voor mascara gebruik ik de Catrice Lift Up mascara. En als nep wimpen zoek ik Ariana op van Queen Darcy en dan kom ik zo bij die toe. Daar ben ik weer. Ik vind deze ooglook zo leuk en lente en zomerachtig. Het is echt super makkelijk. Als je dit paletje niet hebt, haal hem zeker. Ik raad hem sowieso aan, maar als je hem niet hebt en hem ook niet wilt halen, je kunt gewoon elke bronzy oranje kleur die je misschien al hebt in je stash gebruiken om deze ooglook te maken. Hij is echt super makkelijk. Like drie kleuren. Je kunt het zelfs doen met slechts twee kleuren. Dan ga ik nou mijn gezicht bronzen. Daarvoor gebruik ik mijn Revolution Mega Bronzer in de kleur 2 Warm. Is echt een van mijn fave betaalde bronzers. Oké, ik heb hier een blush die echt heel mooi zou staan met deze ooglook. De cream blush van Makeup Studio in de kleur Coral Passion. Maar dit is dus een cream blush. En ik heb al allemaal poeders aangebracht. Maar ik denk dat ik hem toch gewoon ga forceren. Ik hoop gewoon dat hij goed uitblendt op poeder. Want dit is echt de perfecte kleur voor met deze ooglook. Nou, dat ging op zich prima. Jongens, ik zeg jullie toch, deze cream blushes van dit merk, echt fantastisch. Zelfs gewoon op poeder blenden ze nog echt gewoon top uit. Als highlighter gebruik ik mijn favoriete nummer 1 highlighter, de Milani Baked Highlighter in de kleur 120 Champagne. Dit is echt gewoon stipt op nummer 1, de beste highlighter ever. Ik heb zometeen een massage, dus ik ben weer lekker goed gehumeurd, jongens. I love it. Ik hou altijd van massage. Ik probeer altijd een massage te nemen ongeveer 2 keer in de maand, dus elke 2 weken. Het lukt me vaak niet, dus vaak ga ik maar 1 keer in de maand. Maar dat is ook genoeg, want ja, het is echt gewoon zwaar luxe, maar I love it. Over 2 uurtjes zo moet ik gaan. Ik kom altijd helemaal zo ontspannen eruit, of ja, dat is de bedoeling van de massage. Maar het is gewoon echt fantastisch. I love it. Ik raad echt iedereen massages aan. Als je het geld gewoon kunt missen elke maand, ga zeker elke maand gewoon even 1 keer naar de massage. Het is gewoon zo goed voor je lichaam.
I love it. Oké, qua lippen ga ik het echt super naturaal houden. Ik ga in met dit lippot het loodje van Nabla, de Lip Shaper in de kleur hashtag 3. En dan deze Catrice Volume Extreme Lip Booster Lip Gloss. In de geur, kleur of whatever, Spicy Ginger Shot. Dit is echt een geweldige lipgloss. Nee jongens, ik ga toch iets anders aanbrengen. Ik ga deze Essence Lip Olie aanbrengen. Deze heb ik net nieuw en hij is echt fantastisch. Dit is de Glowing Gold Caring Shimmer Lip Oil. Die heb je in 2 kleuren. Welke kleur heb ik? Ik heb de kleur 01 Heart of Gold. Echt super mooi. Deze lipolie is zo fijn. Oh my god. En dan als laatste wat setting spray. Ik gebruik mijn Morphe Luminous Setting Spray en dan zijn we klaar. Oké, jongens, dit was dan de make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super mooi. Ik ga het de hele dag oplaten. Ik vind het echt een hele mooie look. Het is ook een vrij makkelijke look. Nogmaals, als je dus dit paletje niet hebt, deze ooglook is echt super makkelijk te creëren met elke oranje oogschaduw of bronzy bruine oogschaduw. Wat je ook wil doen. Of met een hele felle kleur is het ook leuk als je gewoon zo'n felle roze kleur aanbrengt. Zo'n smoky eye. Echt super, super mooi voor de zomer. I love it. Deze look is echt super mooi. Heel erg draagbaar. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat me weten beneden in de reacties. Laat me ook weten wat voor make-up looks jullie nog meer willen zien. Of wat voor video's over het algemeen jullie willen zien. Want zoals jullie weten ben ik altijd op zoek naar inspiratie. En zoals altijd hoop ik dat jullie hebben genoten van deze video. En ik weer een beetje een lach op jullie gezicht heb kunnen brengen met deze look. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!